willen met z'n allen graag dat we klimaatneutrale steden gaan krijgen. Als we niks doen, dan zal rond 2080 of 2100 die stad waarschijnlijk ook wel zo'n beetje klimaatneutraal zijn. Maar zo lang willen we niet wachten. We willen tenslotte het klimaatprobleem nu oplossen. Liefst vandaag. Maar goed, de komende jaren moeten we daar echte stappen in gaan zetten. En wat je hier ziet, dat wij krijgen kippen in staat is door een wat rare projecttitel, door onorthodoxe methoden van werken te kiezen. Ja, mensen weten raken en mensen weten activeren en mensen aan het ondernemen weten krijgen. Het bijzondere van Wij Krijgen Kippen is dat ze echt van onderop aan het werken zijn. Ze werken niet met de grote instituten. Het gaat niet erom dat de gemeente naar buiten treedt en bewoners vraagt om iets te gaan doen. Het zijn mensen die proberen mensen te vinden die zelf iets willen gaan ondernemen. En dat lukt en dat is mooi. Ik vind het geweldig om te zien wat er hier op gang aan het komen is. Ik zie dat we de energie van de samenleving in energie voor ons huishouden om moeten zetten. Die energieke samenleving, dat is een hele belangrijke drijfveer om de duurzame energie in Nederland voor elkaar te krijgen.